Maar er is iets bijzonders aan de hand. En ik zou willen vragen of Bertho van der Born even naar voren wil komen. Bertho, moest even komen. Kom eens even. Ga daar maar eens staan. Even naar voren. Mag je even bijstaan? Dit is Bertho van der Born. Ja, en Bertho en ik die kennen elkaar al een hele tijd, van kinds af aan. Bertho, deze speech is geschreven in de U-vorm. Maar je gelooft mij niet als ik met jou met u ga aanspreken. Dus het wordt jij. Bertho die heeft zich intensief en op bijzondere wijze ingezet. En in 1993 met enkele anderen het initiatief genomen om de jaarlijkse vlegeldag een officiële status te geven. Een dag die al vanaf 1978 wordt georganiseerd. Door je inzicht voor verhoudingen, het kunnen werken onder tijdsdruk, je gedrevenheid, het altijd oog hebben voor het maatschappelijk welzijn en je goede samenwerking met anderen, maar ook dankzij de steun van je echtgenoten, heb je op een wel zeer bijzondere wijze ingezet als vrijwilliger. En het doet me daarom een grote eer je te kunnen berichten dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd jou bij Koninklijk Besluit van 21 juni 2011 te benoemen tot lid in de Orde van de Oranje Nassau. Applaus! Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, complete verrassing moet ik zeggen. Dit kwam totaal onverwacht? Ja, helemaal. Ik heb het idee dat heel Bennekom het onderhand wist, behalve ik. Wat betekent dit voor u? Ja, is geweldig. Dat is eigenlijk een bekroning op wat je door de jaren heen samen met andere mensen doet. En dat is, je krijgt hem nooit alleen, vind ik. Je krijgt hem met je gezin en je krijgt hem met de vrijwilligers waarmee je de klussen klaart. Hoe ga je het vandaag vieren? Nou ja, mijn eerste reactie was, ik breng de trekker naar huis en ik ga me bezatten, maar... Is een keuze. Kan je niet maken. Je moet hem ook een beetje waardig dragen, hè. Dus, maar we gaan er zeker nog wel een glaasje op drinken. De koningin zal trots op u zijn. Dankjewel.